Volkomen van de pot gerukt of weinig respectvol voor de Nunese inwoners. Een voorgenomen actie van de jongerentak van de VVD veroorzaakte de afgelopen week de nodige ophef. De JOVD wilde deze vlag hijsen, de Vlag van Eindhoven, om daarmee, zo zeggen de VVD-jongeren, Nune te bevrijden. Dit met een knipoog naar de fusie van het dorp met Eindhoven. Maar na alle commotie trokken ze hun keutel weer in. Dat was dus een beetje om ook een beetje die reuring hier te veroorzaken... en een beetje te zorgen dat iedereen ook denkt van... oh jee jongens, wat komt er nu aan? Uh, daarom hebben we dus gekozen voor een persbericht met een, dus dat soort insteken. En vervolgens is het dus wel het doel geweest om ook uh, onder jongeren dus die bewust zijn uh, te vergroten. Het bleef dit weekend dus bij een flyeractie. Om jongeren te wijzen op het belang van een fusie. De provincie dwingt Nune en Eindhoven om samen te gaan. Een deel van de Nunenaren vindt dat prima, maar er is ook weerstand. Het gemeentebestuur van Nune wil daarom onder de inwoners een referendum houden over de fusie.